Chinezen moeten anno 2023 met het neergezet fundament van hun voorouders werken aan de opbouw van Suriname, zei Yan Hing, ambassadeur van China in Suriname, tijdens de officiële lanceringsceremonie van de activiteiten in verband met de viering van 170 jaar Chinese immigratie op 20 oktober aanstaande. Met de ceremonie vandaag is het startsein gegeven voor de herdenking. Suriname telt dit jaar 4 kroonjaren waarvan de Chinese immigratie de laatste in de rij zal zijn. De symbolische lancering was vanmorgen in het clubgebouw van de sociaal-culturele vereniging Xingqiao op initiatief van de Suriname Chinese United Association in samenwerking met de Chinese ambassade in Suriname. Ambassadeur Hing spreekt van een mijlpaal omdat de vestiging van hun voorouders in Suriname heeft gezorgd voor een fundamenteel goed nalatenschap ondanks de weinige middelen die ze hadden. De nakomelingen kunnen dit gebruiken voor de verdere opbouw van alle sectoren in Suriname. De herdenkingsactiviteit is een terugblik op de geschiedenis, maar het is ook een vooruitzicht voor de toekomst. In de afgelopen 170 jaar hebben onze voorouders hard gewerkt, een nieuwe wereld gecreëerd, in harmonie geleefd met de lokale etnische groepen en samen vooruitgang geboekt, waardoor ze ook een belangrijke etnische groep is geworden in Suriname, een multi-etnisch land. Van contractarbeid tot individuele zakenlieden en nu ook in de bosbouw, mijnbouw, handel, hotels en andere industrieën in Suriname komen zij voor. Aan de Chinese gemeenschap geeft de ambassadeur mee dat het belangrijk is om niet alleen in eigen groepen te blijven bewegen, maar om zich breder te integreren in de diverse etnische groepen. Dit zal leiden tot het versterken van de verschillende culturele uitwisseling. Wij moeten als Chinezen ook uitkijken naar een betere toekomst in Suriname voor een investering in Suriname om Suriname naar een hoger peil te brengen. Wij moeten ons houden aan regels en legaal te werk gaan, zodat wij meer aandacht moeten besteden aan de sociale interacties om een goed beeld te geven aan de rest van de samenleving. Wij moeten een voorbeeld nemen van onze voorouders, hoe zij te hard werk hebben gegaan, en wij moeten dit voortbrengen aan onze nakomelingen. De lanceringsceremonie werd afgesloten met verschillende culturele optredens die de diversiteit van de culturen uit China aangaf. Uit China zullen voor de festiviteiten praalwagens en acrobaten overkomen.